opslag- en overslagbedrijf Vopak bestaat 400 jaar. In 4 eeuwen groeide het typisch Rotterdamse bedrijf uit tot een speler van wereldformaat, actief op alle continenten. In samenwerking met het NRC Handelsblad belicht TV Rijnmond deze week dit bijzondere bedrijf. Vandaag de toekomst. Ik ben Eelke Hoekstra. Ik ben de bestuursvoorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke Vopak. Wat is je het meest opgevallen in die geschiedenis? Ja, het meest tot de verbeelding sprekend is dat we natuurlijk 400 jaar eigenlijk hetzelfde hebben gedaan. En dat is vrij uniek. We zijn natuurlijk wel van gedaante veranderd, maar 400 jaar lang staan we op de kade. En kijken wij uit naar schepen die komen, onze klanten, om die te bedienen. En dat we dat 400 jaar gedaan hebben in de alle grote havens ter wereld, maakt ons wel uniek. We zijn natuurlijk groot geworden door internationale handel. En als je naar de VOC kijkt, heeft altijd gezegd dat landen, individuen en een maatschappij beter wordt van handel drijven met elkaar. Dus wij zijn altijd, 400 jaar lang hebben we ons groot gemaakt voor internationale handel en internationaal zaken doen. En het tweede, om goed handel te kunnen drijven, moet je een open mind en open hart hebben. Dus een openstaan voor andere culturen, openstaan voor andere ideeën. En het leuk vinden om met andere mensen zaken doen en te luisteren. Nou, die twee dingen, ja, daar staat Vopak voor. Al 400 jaar en dat zullen we blijven doen in de komende jaren. Het begon ooit met thee. Ja. Dat is niet meer, hè? Nee. Nee, kijk, het is de kunst van overleven. Je moet denken, je moet relevant zijn voor de maatschappij. Je moet natuurlijk diensten aanbieden die mensen willen gebruiken. En voor ons hebben we gezien dat die kansen lagen in andere producten, waaronder natuurlijk gas nu, waaronder olie, waaronder chemie. En we hebben ons daarop toegelegd. En wat wij leuk vinden is dat doen we door veilig te opereren en daardoor blijven we relevant voor de maatschappij. Wat is een innovatie van de laatste jaren die openbaar is? Want jullie zijn een beursgenoteerd bedrijf, dus we kunnen het wel over de toekomst hebben. Ja. Maar het is wat mistig. Ja. Ja. Want het is gevoelige informatie. Ja. Maar welke innovatie die wel bekend is? Nou, er zijn een aantal innovaties in de industrie. Er zijn er twee. Ik noem er eentje in de industrie, eentje bij onszelf. Ja. Een van de innovaties die je ziet is schone brandstoffen. Dus wij hebben 10 jaar geleden gezegd, we moeten meer investeren in gas. Je ziet dus nu dat we hier in Rotterdam een grote gasterminal hebben gebouwd. En dat doen we op meerdere locaties in de wereld. Dus dat is een innovatie van hoe je als bedrijf jezelf relevant houdt weer voor de maatschappij. Maar als opslagbedrijf, een duidelijke innovatie die we nu doen heeft te maken met veiligheid en milieu en efficiëntie. We hebben in Nederland een grote benzineopslagterminal gebouwd die volledig geautomatiseerd is. Waarbij we een reductie van personeel en daardoor ook veiligheidsverhogend hebben gewerkt, die uniek is, denk ik. En je ziet dat we nu als Vopak hard werken aan wat we noemen het internet der dingen. He, dus het connecteren van je operatie aan sensoren en de data eruit halen. Ook daar zijn we nu op aan het innoveren. Dus dat zijn zomaar gebieden waarvan wij geloven dat als je als bedrijf goed investeert in technologie en mensen, dat ten eerste veiligheid wordt verbeterd. Dus veiligheid voor de mensen, maar ook naar het milieu. Dat je daarmee je dienstbaarheid naar je klanten verbetert, maar ook van belang uiteindelijk je kosten. Want je moet toch concurrerend blijven wereldwijd. Dus dat zijn innovaties waar we hard op drukken. Dit is de Europoort, grootste terminal in Rotterdam. 4 miljoen kuub opslag. En heel, heel erg actueel nu, want het is de grote olieterminal die we hebben. Hier wordt olie aangevoerd, onder andere vanuit Rusland, stookolie. Hier komt diesel binnen om auto's te laten rijden. Hier gaat jetfuel via pijpleidingen naar Schiphol. Dus dit is het kloppend hart van de olieindustrie in Rotterdam. Ook omdat we heel veel ruwe olie opslaan voor raffinaderijen. Het is een groot onderdeel van wat we doen. Vele mensen hebben hier gewerkt, zijn hier opgeleid, zijn hier groot geworden. Dus de Europoort is niet meer weg te denken uit ons netwerk. Vopak is toch een bedrijf wat zijn ogen en oren open heeft naar de buitenwereld. En altijd goed naar de klanten heeft geluisterd. De durf heeft gehad om mee te gaan met zijn tijd. En toch deze terminal die hier staat, draaiende heeft weten te houden en nog steeds een belangrijk onderdeel is. Jullie zitten hier niet alleen, je hebt te maken met buren. Ja. Beter een goede buur dan een verre vriend? Zeker. Ik denk dat we daar als bedrijf
onwaarschijnlijk goed naar luisteren en dat ook echt graag willen doen. Ik ken de mensen persoonlijk die hier werken, die hebben echt een hart voor hun buren. En natuurlijk, je moet jezelf blijven scherp houden, waakzaam. En in ieder geval van boven tot beneden, vanuit de boardroom tot mij tot beneden, proberen dat zo goed mogelijk te doen. Gaat dit nog 400 jaar duren? Ik hoop het wel. Ik zou niet inzien waarom niet. En dat heeft te maken met scheepvaart. En dat is ook waar Rotterdam groter is geworden. En als je de naam Rotterdam wereldwijd noemt, iedereen die associeert dat met die haven. Ik denk dat havens een wezenlijk onderdeel zijn van economische activiteit. Ik kan me niet indenken dat er een wereld zal zijn, ook over 400 jaar, waar geen handel gedreven wordt. Dus scheepvaart zal daar een belangrijke rol in spelen. Dus ik denk dat scheepvaart een rol zal blijven spelen in onze historie. Hoe wij op de kade staan en welke diensten wij aanbieden, die zullen ongetwijfeld aan verandering onderhevig zijn. Vrijwel alle jongeren van de SSC-groep hebben meteen een baan. De zorg zit nu op het niveau 1-2 van het mbo. Daar hebben we echt wel een zorg om die jongeren snel weer aan het werk te hebben.